naam is Peter Smeets. Ik ben projectdirecteur van Nederland Bloeit. Nederland Bloeit is een communicatiecampagne die door LTO Nederland is opgericht. Begin van het jaar hebben we het project gestart. En de bedoeling en de achtergrond van het project is om het agrarisch ondernemerschap op termijn mogelijk te blijven maken. Gemiddeld genomen zitten we geloof ik op 2-3% van het totale productaanbod is biologisch. Dus ik denk dat er een heel specifieke doelgroep is die biologisch wil hebben. Dichtbij producten, productiemethoden kunnen achterhalen, toegankelijkheid tot die authentieke boer. Weten waar het product vandaan komt, wie het geteeld heeft, wie het gekweekt heeft. Dat is een toegevoegde waarde. Wij hebben het over een familie De Vries die 35 tot 45 jaar oud is. Papa, mama, hoger opgeleid, 2-3 kinderen. En die gaat het primair om goed, eerlijk en lekker voedsel. En dat hoeft niet biologisch te zijn. Nou, als je kijkt naar recente ontwikkelingen, en dan neem ik maar eventjes Konokaas, die zijn Beemster uit de schappen heeft gehaald, omdat ze het niet eens konden worden over de margeopbouw in die keten. Dat betekent dat er een maatschappelijke discussie denkbaar is over, jongens, wordt alles wel eerlijk verdeeld? En willen wij dat boerenbestand in Nederland behouden? En willen we dat die mensen voor dat landschap kunnen zorgen, kunnen blijven zorgen? Nou, misschien moeten we daar eens naar kijken en over praten met elkaar of dat allemaal goed verdeeld is. We hebben een geweldige historie als het gaat over boeren en tuinders. We hebben de beste universiteit ter wereld in Nederland staan in de vorm van Wageningen Universiteit. Kunnen we überhaupt zonder boeren in Nederland? Het heeft te maken met percepties die mensen op dit moment hebben over dat boerenleven. Want verdomd, een boer is ook een mens. De behoefte naar eerlijk en oprecht en goed voedsel. De interesse daarvoor. En het heeft te maken met de interesse die men überhaupt heeft met betrekking tot gezondheid van producten. En gezondheid van wat het eten op het bordje van het gezin moet betekenen. Nou, het onderzoek blijkt dat voeding de mensheid eigenlijk het meest interesseert. Dus wat wij proberen in de campagne is dingen inzichtelijk te maken, transparant te maken voor burgers, consumenten, gerelateerd aan voeding. Dus als je een kassenbedrijf hebt, je hebt een tuinder die verbouwt paprika's of komkommers of tomaten. Hoe duurzaam is die dan in zijn productiemethode? Heeft die kast nog energie nodig of haalt die het uit aardwarmte? Mensen zijn geïnteresseerd in voedsel, zijn op zoek naar bereidingsmethoden, zijn op zoek naar de herkomst. Nou, dat betekent voor ons in de campagne dat we de transparantie van die sector over teeltmethoden, over hoe doet die boer dat nou en wat is nou een intensieve veehouderij, hebben die kalveren het zo slecht of die varkens of wat voor gewasbescherming gebruikt nou die teler, die akkerbouwer of die man in die kas. Ja, dat moeten we inzichtelijk maken waardoor het besef over hoe dingen groeien en bloeien in feite gaat toenemen bij burgers en consumenten. Er zijn vingeroefeningen geweest van concepten die op dit moment in de markt uitgerold zijn, die vergelijkbaar zijn. Ik moet zeggen dat heerlijk eten wat dat betreft verder gaat dan de dingen die we op dit moment operationeel hebben. Dus ik zie zeker aansluitingsmogelijkheden, omdat het op een hele zachte, maar wel logische manier ook die sector weer relevant maakt en het bewustzijn bij mensen, aan het bewustzijn van mensen appelleert van weet waar je producten vandaan komen en wees bewust in wat je eet en ja, hoe dat op je bordje terechtkomt.